Ja, dat klopt. En na 9 minuten staat het 0 tegen 0 de Airboys tussen Sparta Nijkerk en Eemdijk. En de eerste echte kans was zojuist voor de bezoekers. Een kopbal van Klaas Bout vanaf de penaltystip zo'n beetje moest Rijnvis tot een redding brengen. Rijnvis dook naar links, had de bal klem vast. Dat is een goede redding van de keeper, maar hij kon toch wel akelig vrij inkoppen vanaf de penaltystip. De voorzet van de rechterkant en de goede kopbal naar beneden. Maar goed, Rijnvis verwachtte hem links van hem. Daar kwam hij en hij had hem klem vast. Sparta dreigt wel, maar het is een beetje een blaffende hond die niet bijt. En creëert eigenlijk geen kans in de eerste 10 minuten. Maar we moeten natuurlijk ook niet verwachten dat Sparta in een moeilijke fase zit. Vandaag ineens Eemdijk alle hoeken van het veld gaat laten zien. Maar goed, voorlopig oogt het fris, laat ik het zomaar noemen, wat de Nijkerkers op de mat brengen. Maar was het dus wel het eerste doelgevaar van Eemdijk. Nu worden ze opgejaagd, Eemdijk achterin, door Rick Knoop, die de opbouw probeert te storen. Maar wordt er door Bout knap uitgekapt. Dit is moeilijk hoor, terugspelen richting keeper Ruizendaal. Die wordt opgejaagd door Ivo de Heus. Dan gaat de bal loodrecht omhoog, wint Tim Mullens een kopduel. En schiet de Veldhuis de bal naar de hoek. En wat toevallig gaat Donny van der Wallen maar achteraan. Kijken of daar wat te halen valt. Nou, dat denk ik wel met die linksback. Die hem vervolgens via Van der Wallen over de zijlijn speelt. En dan mag dus Eemdijk gaan gooien halverwege de eigen linkerhelft. En doen ze dat in de persoon van Wouter Bout. Die de bal in handen heeft. En dan op zoek gaat naar iemand in een groen shirt. Die wordt niet gevonden. Het is Peters die de bal kan koppen. Maar die levert hem in. Bal heel hard en heel hoog richting Klaas Bout. Die het duel moet uitvechten met Jong. Jong laat zich makkelijk wegzetten. Wat een licht duwtje. Goed gezien door de scheidsrechter. En dus vrije trap voor de Nijkerkers op rand 16. Inmiddels genomen door Rijnvis. Die opent naar de linkerkant, naar Bialt. Controle net niet goed genoeg. Ook al omdat er kort verdedigd wordt door Zegen Beukers. Maar de inworp is wel voor de Nijkerkers. Omdat de recht achter de bal niet anders kan dan over de zijlijn tikken. De inworp die door Ruud Jong genomen gaat worden op de middenlijn. Nou ja, een metertje daar overheen. En dan krijgt hij de bal teruggekaapt van Ivo de Heus. En schiet hij hem wat blind naar de overzijde. Daar staat wel David. Mark, mijn nederige excuses mag je... 10 minuten onderweg zien we een schotje van Ivo de Heus. Recht in de handen van Ruizendaal die de bal dan meegeeft aan zijn nummer 4. Dat is Bout. Die levert hem in bij de andere nummer 4. Dat is bij Sparta Tim Muller. Die naar de linkerkant verplaatst. Bilal Amasaguyo. Eventjes terug. Amasaguyo, daar gaat veel dreiging vanuit aan de linkerkant. Had al een prachtige actie in de beginfase met een dito crossbal naar de rechterkant. Waar een mogelijkheid uitkwam voor Rick Knoop. De voorzet van Van der Wal bij de eerste paal. Maar Knoop kwam een paar schoenmaten tekort om de bal tot het doel van Ruizendaal te verleggen. Nu het doorkoppen van Ter Voer tot op de rand van de 16. Daar is weer Rick Knoop. En daar is ook de verdediger van Eemdijk die de bal naar voren schiet. In de voeten van Tim Mullen. Bij NEC een doelpunt. Laten we eerst even kijken hoe dit afloopt. Ik wilde al zeggen, ga maar bij NEC kijken. Maar Van der Wal is weg aan de rechterkant van het veld. Dreigen, dreigen, dreigen. Nu een corner eruit slepen. Ja, dat doet hij handig. En dan gaan we die nog even meepikken. Omdat Sparta twee seizoenen geleden in de hoofdklasse nogal eens een doelpunt maakt uit een corner. Het is linksachter Jong die de corner moet gaan trappen. Dan moet hij helemaal vanaf de linksachterpositie naar de rechtsbuitenplek. Om hem dan met zijn linkerbeen in te gaan draaien. Eerder dit seizoen was het Stefas Ivo de Heus die de standaard situaties nam. Maar nu dus de linksachter. Kijken of dat een goede zet is van Sparta Nijkerk. Twee handen omhoog bij Ruud Jong. De bal komt ver bij de tweede paal. Daar botst Rick Knoop. Wordt er niet gefloten voor een overtreding. Kan Amasaguyo gaan schieten. Maar is Amasaguyo sportief. Bal over de zijlijn. Blessurebehandeling Eemdijk. Kwartiertje gespeeld. 0-0. Inworp Sparta Nijkerk. Ik denk een metertje of 16 van de eigen achterlijn aan de linkerkant. Met Ruud Jong die hem naar te voet gooit. Die helemaal tot op 20 meter van zijn eigen achterlijn de bal komt kaatsen. Vervolgens ziet hoe die blind naar voren geschoten wordt. En Sparta met wat geluk bij David ziet. De bal springt van de voet van David. En dan zit daar tussen Ayhan Jelmer. Maar gaat de bal over de zijlijn. Zijn we eigenlijk net zover als net. Alleen dan aan de andere kant van het veld met David. Bal langs de lijn, bal over de lijn. En zo is dat een slordige gebeurd van Stefania David. Waardoor Eemdijk mag gaan gooien. Dan is Van der Wal een beetje vervelend door de bal weg te tikken. En denkt Wouter Bout, ja 0-0 prima. Als jullie niet willen winnen thuis, dan laat ik die bal gewoon rollen. En kost het tijd. En volgens mij zijn jullie de ploeg die moeten winnen vandaag. Dan doen we lekker rustig aan. De inworp inmiddels genomen. De Veldhuis kleunt erin. Zoals ze bij Eemdijk er allemaal in kleunen. Wel mooi om te zien hoor. Voor Sparta is het vandaag volle bak erop. Want deze mannen trekken hun benen niet terug. En dat doen ze op een stevige manier. Maar wel op een eerlijke manier. Dus niks op aan te merken. Klaas Bout aan de rechterkant verliest.
verliest de bal. En zo kan via Amasaguyo Sparta een mooi driehoekje maken. Muller speelt de bal naar voren. Dan levert hem zo in. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Rick Knoop. En daar wordt ook voor gefloten in tweede instantie door de scheidsrechter. Nadat hij ziet dat de bal bij Kevin Rijnvis in zijn voeten komt. En er dus geen sprake is van voordeel. Vrije trap voor Eemdijk gaat getrapt worden door Jan-Pieter Hartog. Die dat inmiddels gedaan heeft en de bal naar de linkerkant verplaatst heeft. Nou ja, de linkerkant van de as. En dan komt er weer een lange trap. Alle ballen op die spits van 3 meter bij 3 meter. Met nummer 9 op zijn rug. Jan de Graaf, wat een beest is dat. En daar wordt de bal veelvuldig hoog naartoe gespeeld. En van daaruit proberen ze te voetballen. Nu kaatst hij de Graaf niet goed. En zit Biel Amasakoyo ertussen. Goed balletje nu. Naar Van der Wal. Rechterkant van het veld. Ja, het zijn 4 mensen in het groen tegen 2 van Sparta. Dus dat is wel jammer. Want bij Eemdijk houden ze de linies goed achterin. Dit is Van der Wal. De 16 meter in. Maar ja, blijven draaien en pielen. En dan moet hij weer terug. En zijn er weer 8 spelers van Eemdijk in de eigen 16. Bal van Davids nu. Naar Tervoet. Kan de bal wel verlengen. Doet hij goed. Waardoor hij bij de linkerkant van het veld, aan de linkerkant van het veld, bij Ivo de Heus komt. Die kap naar zijn rechterbeen. De voorzet naar de tweede paal moet voor Ruizendaal zijn. Is ook voor Ruizendaal. Een eenvoudige vangbal voor de 2 meter lange keeper van Eemdijk, die ook bij Dovo keepte. En daarvoor bij IJsselmeervogels zat, zeg ik goed. En LRC Leerdam heeft hij ook nog gezeten. Kortom, die heeft de nodige clubs achter zijn naam staan. Krijgt nu de bal teruggekaatst van een verdediger en moet hem dan ook naar voren gaan schieten. Doet dat tot op de middenlijn. Daar het kopduel weer van de Graaf. En dan verliest hij dat duel van Terveldhuis, die toch echt een centimeter of 25, 30 kleiner is. Dus goed getimed door Terveldhuis en de bal via Rijnvis nu naar Peters. Peters die wat ruimte voor zich ziet en dan maar kiest voor het balletje breed. Nou, dat is risicoloos en datzelfde doet David door de bal weer terug te spelen naar Peters. En zo speel je Eemdijk niet uit elkaar. Want ze staan goed georganiseerd hoor, die mannetjes in die groene shirtjes met witte broekjes. Die hebben het wat dat betreft goed voor elkaar. Maar kansen zijn spaarzaam in dit duel. 23 minuten gespeeld. 1 kopkans gezien na 9 minuten voor Klaas Bout. Die hem links van Rijnvis kopte. Maar kon de keeper van Sparta redding brengen. Met een relatief eenvoudige redding. Omdat hij de bal voorspelde in de hoek waar hij uiteindelijk kwam. Muller, zet maar eens druk. En dat doet hij goed. In tweede instantie toch de bal kwijt. En dan is er ruimte voor Eemdijk. Dan kiezen voor de weg terug. Amasakoyo, druk zetten jongen. Doet hij niet. Dan gaat Knoop dat wel doen. Waardoor de bal terug moet naar, even kijken, Henry de Graaf. Die blijft ijzig, kalm. En zo spelen ze dat rustig uit bij Eemdijk. Gaat de bal terug naar keeper Gerben-Jan Ruizendaal. En kan ik niet zeggen dat Sparta Nijkerk in die eerste 24 minuten de bovenliggende partij is. Het is gelijkwaardig. De kansen, zoals ik al zei, zijn zeer, zeer spaarzaam. Van der Wal nu aan de rechterkant van het veld. Wordt half opgevangen, maar kan er met de bal vandoor. Bal moet nu langs de lijn naar David. Die is te zacht. Slordig gebeurt van der Wal. En zo kan Eemdijk de bal weer hard en hoog naar voren schieten in de persoon van Henry de Graaf. Peters moet opletten, want die andere de Graaf, Jan de Graaf, komt in zijn rug. Bal naar voren. Rick Knoop kan verlengen. Ja, ik hoop zo dat er een keer een kans komt. Maar dat lijkt er voorlopig niet in te zitten in dit duel. 0-0 na 24 minuten voetbal. En dat is gezien de kansenverhouding gewoon terecht en logisch. Ja, 0-0 na een kleine half uur voetballen. En het kabbelt allemaal een beetje door te voet op een eiland. Lijkt wel Expeditie Robinson voor de spits uit Nijkerk. Want jongen, wat staat hij er helemaal in zijn eentje. Lange ballen te proberen door te koppen op dan weer niemand. Want het is echt geen pretje om in de spits te staan bij Sparta. Hoor. Het middenveld wordt overgeslagen en er staan er zoveel bij de Nijkerk. Een stuk of 5. Dus ze komen maar niet aan het voetballen toe. Er zit totaal geen verrassing in. En geen creativiteit heb ik het ook al een paar keer over gehad in vorige wedstrijden. Maar het is echt schrijnend om te zien hoe Sparta de oplossing steeds maar niet weet. En hem dan maar naar voren schiet in de hoop dat hij een keer goed valt. Maar zo, daar lijkt het in ieder geval in de eerste 30 minuten niet op. De controle is echt voor Eemdijk hoor. Dat veelvuldig de bal heeft, ik denk een procentje of 65. Al heb je daar natuurlijk niks aan. Het gaat om kansen creëren en daaruit doelpunten maken. En ook daar slaagt Eemdijk niet in. Maar ze hebben in ieder geval waarschijnlijk de controle over de wedstrijd. Laten de bal relatief makkelijk rondgaan. En als zij het niet meer weten, schieten ze hem ook hoog naar voren. Maar daar staat dan die spits van 3 meter 3. En die houdt wel de bal vast. Nu is hij aan de rechterkant van het veld. Voorzet van Klaas Bout tegen een voet van Muller. En dan gaat hij over de achterlijn en is het dan een corner? Ja, zegt de scheidsrechter. Dus is hij als laatste door Muller geraakt. En is het weer alle hens aan dek voor de Spartanen. Want er komen weer een paar bomen van Eemdijk met een groen shirt aan naar voren op die corner van de rechterkant van het veld die door Jelmer getrapt gaat worden, zo lijkt het. Want hij heeft de bal opgehaald. Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar Jan de Graaf.
Die man die ik al een paar keer beschreven heb als die spits van 3 meter. Die staat op de rand van de 16. Gaat ongetwijfeld inlopen en hoopt dan zijn grote voorhoofd tegen deze bal te kunnen drukken. De voorzet van Jelmer. Dan komt hij bij de Graaf. Nee, Müller kan uitkoppen. Dan is het toch de Graaf die de bal in de ploeg kan houden namens Eendijk. Aan de rechterkant Jelmer vrijgespeeld. Voorzet is wat moeilijk. Komt op de penaltystip. Duwtje waarvoor ook gefloten wordt door de scheidsrechter. Dus een vrije trap voor Rijnvis, de keeper van Sparta. En ja, zo is het eigenlijk wachten op de eerste echte Sparta-kans. Maar als ze zo blijven voetballen, dan heb ik daar weinig fiducie in. Klinkt na een half uur al de eerste kritische noot van mijn kant. Misschien verwacht ik wel veel en veel te veel van dit elftal. Dat vorige week nog helemaal werd afgesminkt in Heemskerk. Met die 5-1 nederlaag tegen Odin. Het vertrouwen, dat is natuurlijk ver te zoeken. En misschien mogen we ook wel niet meer verwachten dan dat we op dit moment van de Spartanen zien. Peters, die de middenlijn oversteekt. En hem dan hard naar voren schiet. De Veldhuis in de 16 van de tegenstander. Dan zien we hem toch ook niet vaak. Maar nu duikt hij daar wel op. Maar je ziet te laat als de bal te hard is. En is hij voor Gerben Jan Ruizendaal, de keeper, die hem rustig naar zijn voet brengt. En zo zei ik al, het kabbelt hier door in Nijkerk. Het is absoluut geen spectaculair potje. Mensen die pas om 3:30 aankomen hier hebben helemaal niks gemist. 33 minuten gespeeld, logische tussenstand. Na een half uur niks is 0-0. Mark. Ja. Sparta komt zomaar op voorsprong tegen Eendijk. Het is een prachtig doelpunt. Dat moet worden gezegd door Frank de Voert gemaakt. En het begint allemaal bij Ivo De Heus, die op de middenlijn een duel uitvecht. Zoals mannen dat doen. Zoals Eendijk dat eigenlijk ook de eerste 35 minuten al doet. Stevig het duel aangaan. De bal veroveren. Dan gaat hij naar de rechterkant van het veld. Goede paas van Ivo De Veldhuis. Daar ligt dan een zee van ruimte voor Van der Wal, die de voorzet geeft. En op een meter of 10 van het doel van Ruizendaal staat Frank de Voer, die hem ineens op zijn pantoffel neemt en hem in voor de keeper rechter benedenhoek drukt met zijn vreef. Prima doelpunt van de spits, zijn derde. Sparta leidt 10 minuten voor rust. En het is niet bediend, maar wel, wel gebeurd. 1-0 Sparta, Frank de Voer. Ja, ik kan maar. Een plaatje! Wat een prachtig doelpunt van Ivo De Heus. Het past totaal niet in de wedstrijd, maar hij stipt hem à la Berg van vanaf de rand van de 16 over de top over de 2 meter zijn de keeper Ruizendaal. Wat een prachtig doelpunt! En het past zo niet in deze wedstrijd, maar het staat 2-0 voor Sparta nadat ze ontsnapte aan de gelijkmaker een minuut of 2 geleden. Een bal op de binnenkant van de paal van Klaas Bout na een duel met de Graaf op de rand van de 16 tussen die spits en de linksachter van Sparta, Ruud Jong, waarbij er geduwd werd. En Eendijk claimde een penalty. Nou, als het dan al een overtreding was, dan was het er misschien wel buiten. En dus een vrije trap. Maar de scheidsrechter gaf voordeel. Waarna dus Klaas Wout de bal op de binnenkant van de paal schoot. Goede actie van de scheidsrechter. En dus bijna de gelijkmaker. En een minuut later Ivo De Heus. Met een fenomenaal mooi doelpunt. Wat een schoonheid. Wat een juweel van de treffer. 2-0. Nu al kant van de eerste helft. Ja, dat klopt. Nog 2 officiële minuten. En zo staat Sparta ineens comfortabel voor met 3-0. Ja, wat een geweldig doelpunt van Ivo De Heus. Zoveel gevoel in die bal. Ja, je kunt er bijna een gedicht over schrijven over zo'n doelpunt. Wat een fantastisch doelpunt. In een wedstrijd, zei ik net al, het past helemaal niet in het beeld van de wedstrijd. Want Sparta heeft 2 keer op doel geschoten, 2 keer erin. 2 hele mooie doelpunten moet ik zeggen. Zonder dat ze goed voetballen en kansen creëren. Nu zijn ze weer weg. Rick Knoop, 20 meter. Gewoon schieten Rick. Maar blijft met de bal lopen. Dan de bal voor op de borst van Van der Wal. In de 16 zijn we nog altijd eventjes de bal eruit naar David. David geeft hem voor via een been. Ruizendaal zijn doel uit. Is eerder bij de bal dan te voet. En dan gaat hij hem hard en hoog naar voren schieten. Nog een officiële minuut. Als de bal bij Peters komt. Peters laat hem rollen. Voor Kevin Rijnvis. En zo zal Sparta absoluut niet tevreden zijn over de eerste 35 minuten. En eigenlijk vanaf de 1-0 die grote kans op de gelijkmaker misschien ook wel niet. Maar staat het 2-0 halverwege, zo lijkt het. En dan kun je toch zeggen van een prima eerste helft. De Voert jaagt door, maar een beetje half op een tekorte terug op de bal. Maar Ruizendaal is wat dapperder dan de spits, die misschien ook wel aan zijn gezondheid denkt. En die grote keeper op hem af ziet stormen en denkt, nou ja, laat maar. Het staat 2-0, ook een prima ruststand. Dus deze mag je hebben. Ik heb er sowieso al eentje gemaakt. De Ruizendaal maakt niet veel haast, geeft hem mee aan Hendry de Graaf. En dan via Hendry de Graaf gaat de bal naar Wouter Bout. Even terug naar de punt van de 16, aan de linkerkant. Naar in dit geval Zege Beukers. Nee, dat is Jan-Pieter Hartog, sorry. Die hem terugspeelt naar Gerben-Jan Ruizendaal. En dan naar de rechterkant van het veld. Zo lijkt Eendijk even te zijn geschrokken van die 2-0. Zullen ze het gevoel hebben dat er meer in zat in die eerste helft. En dat gevoel deel ik.
dan staan ze tegen een vrij kansloze 2-0 achterstand aan te kijken, zonder dat de voetballer veel te vroeg is aan te merken. De bal terug van Davids naar Rijnwis, dan lang naar voren, blessuretijd. Nou, dat lijkt me niet, dus iedere seconde kan de scheidsrechter afluiten als de Veldhuis een bal, ja, als een soort icing naar voren schiet richting cornervlag. Bilal Amasagujo gaat nog wel even kijken of er wat te halen valt. Daardoor moet Ruizendaal de bal wild naar voren schieten en komt hij in de voeten van Ruud Jong, maar die levert hem in. Dan het duel gewonnen door Rick Knoop. Sterk zet in dit geval Jelmer aan de kant en ze krijgt de bal ook nog bij Amasagujo. Die schiet hem ook maar weer wild naar voren en zo lijkt Sparta de rust te willen gaan halen met 2-0. Ja. Dat kan ik wel begrijpen. De lange trap is te lang. Beland over de achterlijn. Ik geloof niet dat er nog een kans komt. Sparta staat tegen de verhouding in. Ja, dat denk ik wel. Zeker geflatteerd met 2-0 voor. En dat heeft te danken aan een mooie treffer van te voet. En een fenomenale beauty van Ivo de Heus. 2-0 dus. Halve. Het voetbal is weer bezig in Nijkerk. 12 minuten gespeeld in de tweede helft. Die dus begon tumultueus met dat vuurwerkincident. Waar ik me nogal over opwond en als ik er weer aan terugdenk me opnieuw weer druk maak. Maar goed, we hebben een vrije trap voor Eemdijk. De stand is 2-0 voor Sparta. Doelpunten gemaakt voor rust, te voet en een juweel van Ivo de Heuze. Stift hier vanaf de 16 meter waar Gerben-Jan Ruizendaal, de keeper van Eemdijk, eigenlijk alleen maar voor kon klappen. Dat deed hij niet, maar dat had hij wel mogen doen voor mij. Maar deze vrije trap kan zomaar aansluiting betekenen als hij wordt uitgekopt door Bilal Amasagujo, die dat goed doet. Inworp is voor Eemdijk. De druk ook van de mensen met het groene shirt. Al was de beste kant naar rust voor te voet. Die een goede actie aan de linkerkant had. Tegenstander voorbij speelde, maar de bal net te ver van de voet zag schieten, waardoor de keeper redding kon brengen. Ruizendaal nu het doorkoppen en bij de tweede paal de invaller die de bal op de borst klaarlegt en dan teruglegt op de rechtsachter die het doel schiet. En dat is in dit geval Zegen Beukers. Schiet hem een meter of 10 naast het doel van Rijnvis. Er stonden veel mensen van Eemdijk in de 16 meter. En als die bal goed valt, dan is het een half uur voor tijd weer een heel spannend potje. Want het is echt niet zo dat Sparta Nijkerk herenmeester is en de lakens uitdeelt hoor op de borst. Ze hebben twee keer op het doel geschoten en die gingen er alle twee in. En dat is eigenlijk het positieve verhaal van de Nijkerkers. 2-0 dus, met een uur gespeeld en een doeltrap van Rijnvis die lang is, heel lang is. En komt bij Amasagujo. Die verlengt via Beukers. Komt de bal in de voeten van Klaas Pout. En dan gaat hij vooruit via Amasagujo. Maar te ver vooruit en is hij voor Gerben-Jan Ruizendaal. NEC loopt op zijn einde, denk ik. 3-3 daar. Hier 2-0 in het voordeel van Sparta Nijkerk tegen Eemdijk. Mark? Oh, ja. Hoe is het daar? 2-0 nog steeds. Sparta had een goede kans om op 3-0 te komen. Een lange trap op de voet die knap klaar legde met het hoofd. En toen kwam daar Rick Knoop die het hard probeerde door de bal die lekker voor hem stuitte ineens op zijn pantoffel te nemen. Schoot de bal op de keeper die een goede redding verrichtte. En aan de overzijde een vrije trap van Eemdijk op het randje van de 16 meter. Getrapt door Hendry de Graaf die hem om de muur krulde met links. En hem probeerde in de voor de keeper rechterhoek te plaatsen. Maar Rijnvis stond al in die hoek omdat hij al het idee had. Als hij trapt gaat hij waarschijnlijk daarheen omdat de muur te dicht op de bal staat. Of hoe moet ik dat zeggen? De afstand is 16 meter waarop de bal lag. En dan is het heel moeilijk om hem over een muur te tillen die op 9 meter staat. En hem dan ook nog op tijd te laten dalen. Nou, als je voetbal hebt, begrijp je wat ik bedoel. Dat is heel moeilijk om dat te doen. Dus moet hij om de muur heen. Dat deed hij ook. Maar daar stond dus Rijnvis die de bal in tweeën klem had. En dat was maar goed ook dat die bal niet te ver van hem afstuitte. Nadat hij hem in eerste instantie dus niet klem vast had. Want er stonden twee mensen om die bal in te tikken als dat wel het geval was. Maar goed, aan de andere kant van het veld. Nu Muller de 16 meter in. Nog een mannetje voorbij. Punter. Goed verdedigd. Door in dit geval Wouter Pout. Die dat puntetje van Muller blokt. En dan mag Ruizendaal de bal oprapen. Te Veldhuis kopt een lange trap van die keeper weg. Ziet hoe Te Voert hem verder wegkopt. Bilal dan ook maar even met het hoofd. En zo lijkt het meer op voetvolley dan op volleybal. Of dan op voetbal. De bal nu bij Stefania Davids. Even naar de grond. Ja, dat dan weer wel. Maar wel naar de verkeerde kleur. In dit geval gaat hij naar Wouter Bout. Aan de linkerkant van het veld. Steekt wat me de middenlijn over. Levert hem dan in bij Davids. En dan een overtreding van der Wal. Dat is geel, denk ik. Zoals Davids ook geel kreeg. Ja, dat is prima. Veel te onbesuisd. Met het been vooruit, de noppen vooruit, gestrekt been. Nee, gele kaart. Prima. Valt niets op af te dingen. Bij Eemdijk waren ze met name in het begin van de tweede helft niet helemaal content, omdat we het zomaar noemen, met de scheidsrechter. Die bij wat duwen en trekken stevast het voordeel aan de Nijkerkers gaf.
En als je dan met 2-0 achter staat, dan raak je daardoor gefrustreerd. Maar hij is wel eerlijk, want David had een harde tackle op de zijlijn en nu doet Van der Wal dat. Dat zijn twee Spartanen en ze krijgen allebei terecht geel. En de vrije trap blijft staan voor Eendijk. Die gaat ongetwijfeld richting De Graaf. Nou, dan komt hij niet, maar kan wel worden doorgekopt. Dan alsnog De Graaf met een omhaal die de verkeerde kant op gaat. En dan werkt Jong de bal weg. Bilal Amasaguyo, ja, dan moet je geluk hebben dat je die bal meekrijgt. 1-1 staat hij met Zeger Beukers. Uiteindelijk is de bal voor de verdediger die hem terugspeelt naar Ruisendaal. En dan naar de linkerkant van het veld. Sparta komt eigenlijk niet aan het voetballen toe vandaag. In de eerste helft al niet. En eigenlijk in de tweede helft ook niet. Nu hoeven ze niet meer natuurlijk. Want ze staan met 2-0 voor. Geven ze weinig kansen weg. Dus kun je zeggen dat ze het prima controleren de wedstrijd. Het is allerminst sprankelend wat de Nijkerkers laten zien. Maar goed, die voorsprong. Maar ik ga je onderbreken voor een doelpunt bij Veense Boys. Kees. Ja, bij Veense Boys. Nijkerk 2-0. Nog altijd de voorsprong. Doelpunten van Te Voet. Een fraaie. En De Heus een weergaloze stift. Ja, echt, als Bergkamp hem ziet, gaat zelfs Bergkamp kappen hoor. En die had er patent op. Wat een prachtig doelpunt. De hoogtepunt van de middag tot nu toe in een wedstrijd die niet sprankelt, die niet goed is, maar waarin de Nijkerkers wel voor het eerst sinds februari van dit jaar misschien aan het langste eind gaan trekken en een overwinning gaan boeken. Maar goed, een kwartier nog. En de aansluitingstreffer zou zomaar eens roet in dat Nijkerkse eten kunnen gaan gooien. Een vrije trap nu voor Eendijk dat het wel probeert, maar ook nauwelijks kansen creëert. Dat moet je de ploeg uit Nijkerk wel meegeven. Ze geven niet al te veel weg. Maar wel een aantal vrije trappen, zoals daar nu ook weer een van is. Op de punt van de 16 meter met invaller Ali Koban, die de bal heeft neergelegd en hem met rechts indraaiend gaat trappen richting het doel van Rijnvis. Ja, die kan er dan in één keer in of van richting worden veranderd door ja, een of andere speler. Maakt niet uit wie dat doet. En voor je het weet hebben we echt een hectische slotfase. Want een kwartier is nog lang hoor, als het 2-1 wordt. Die vrije trap in de muur, dan op de penaltystip uitverdedigd door Te Veldhuis. En dan is Bilal Amasaguyo de enige overgebleven spits. In duel wint hij dat, kopduel ja. En dan sterk aan de bal gebleven. Goed meegegeven aan Knoop. Nu is er ruimte voor Sparta. Van der Wal kan de 16 in. Bal te ver van zich uit, penalty. Ja, of geel voor Van der Wal. En dan is het douchen voor Van der Wal. Oh, 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 oh. Sparta met z'n tienen. Het is geen penalty, dat denk ik ook niet. Maar het is ook niet een zwalbe, want hij gaat over het been. En dan is de scheidsrechter niet mild voor de Nijkerker. Nou ja, Nijkerker, het is geen Nijkerker, Donny van der Wal. Maar hij gaat er met rood af, een kwartier voor tijd. En zo maakt Sparta het zich onmogelijk moeilijk. Hij speelt de bal te ver van zijn voet, ziet dan Ruisendaal en gaat liggen. Claimt een strafschop. Ja, ik vind het geen zwalbe. Maar goed, ik kan de scheidsrechter wel vinden in deze. En dan is twee keer geel-rood. En is dat niet handig? Vorige week Tim Muller twee keer geel-rood. En nu Sparta 2-0 voor. En gelijkbeweging op de bank bij Eendijk. Ja, die voelen met 13 minuten op de klok. 11 minuten moet ik zeggen. Hier is misschien wel wat mogelijk. Nou, laten we maar hopen dat die aansluitingstreffer niet komt. Donny van der Wal, rood, twee keer geel. Ja, dat is niet handig. Ja, 6 minuten nog. En we hebben een kans gezien voor De Graaf. De spits van Eendijk. Die de bal maar net over het doel kopte uit een vrije trap. En daar ontsnapte Sparta aan de aansluitingstreffer. Sparta met 10 man, nog 6 officiële minuten. Omdat Donny van der Wal zijn tweede gele kaart kreeg. Na een vermeende schwalbe. Ja, je kunt het zo interpreteren. En als je het zo interpreteert als scheidsrechter, dan is het ook geel. En als je daarvoor al een gele kaart hebt gehad, moet je douchen. Sparta in de verdrukking. Bal naar de tweede paal. Daar kan die loodrecht omhoog worden gekopt. Dan komt De Graaf beeld in. Wordt niet voor gefloten. Dus gaan we door met voetballen. Opvangen in de tweede lijn. En dan de bal maar naar de rechterkant verplaatst. Mark. Beukers. Mark, als ik jou toch even moest gaan. 5 officiële minuten nog. Bal richting Te Voet. Ik was aan het vertellen dat Sparta met 10 man staat. Tabauni, aanvaller, komt zo in de ploeg bij de Nijkerkers. Het is misschien om tijd te winnen. Meer dan dat het een tactisch hoefje is. Baggelaar is in de ploeg gekomen bij Sparta voor Rick Knoop. Dat gebeurde allemaal een minuut of 5 geleden. Rick Knoop ja, die terugkomt van een hele lange blessure die hem meer dan een jaar aan de kant hield. Maar hij is er vanaf de voorbereiding bij. En vandaag dus in de basis heeft de 80 minuten volgehouden. En moest dus naar de kant ook al door die rode kaart van Van der Wal. Te Voet wint een duel, maar sleept er geen corner uit. Wil dat wel. Moet zich niet druk gaan maken om de scheidsrechter. Want krijgt nogal een schil voor commentaar. En we willen Frank de Voet niet straks een wedstrijdje moeten missen omdat hij geschorst is. Omdat hij 3 keer tegen een scheidsrechter heeft gezegd dat hij het verkeerd zag en daardoor de gele kaart kreeg. Goed, wissel van Sparta laat nog altijd op zich wachten als Eendijk het nog een keer gaat proberen. Nog 3 officiële minuten en zo klikt het
tikt de klok in het voordeel van Sparta Nijkerk. Dat redelijk stand houdt, maar het is wel met hangen en wurgen hoor. En alle spelers op de helft van de Nijkerkers. Die bal maar gewoon wegschieten, volmaken deze wedstrijd. En dan voor het eerst dit seizoen gaan winnen. Voor het eerst sinds februari vorig jaar. Toen Sparta voor het laatst won met 1-0 op de eigen Hebborst. Tegen Genemuiden dat toevallig ook die groene shirtje speelde. Baggelaar is raar vandoor. Nu moet de bal naar Bilal Amasaguyo. Maar Baggelaar ziet de Ruizendaal te ver van zijn doel. Maar dat ziet hij. En daarna denkt hij nog 3 seconden. Zal ik het doen, zal ik het doen. En tegen de tijd dat hij schiet staat Ruizendaal weer op 5 meter. En als hij dan zijn handen in de lucht steekt, komt hij boven de lat uit. Dus kan hij deze bal eenvoudig plukken en is het balverlies. Had hem beter mee kunnen geven wat mij betreft aan Bilal Amasaguyo. Maar goed, daar koos hij niet voor. De bal nu ingebracht door de Graaf naar de tweede paal. Müller verliest het kopduel. Dan is daar de andere, de Graaf, Jan de Graaf, die kan koppen. Maar het is een slap kopballetje. En dan gaat Rijnvis theatraal naar de grond. En dat doet hij allemaal om 2 seconden te winnen. En dat ziet er nogal gek uit. Had hij beter niet kunnen doen. De trap van Rijnvis is goed. Amasaguyo, balcontrole wat moeilijk op de scheenschermen. Dan een vrije trap uitgelokt. Maar die scheidsrechter die is al 20 minuten niet meer voor Sparta. En in dit geval heeft hij ook wel gelijk, want Bilal is op zoek naar de overtreding. Blijft nu lekker dribbelen aan de bal. En dan even terug naar Müller. En zo houdt Sparta de bal en zitten we inmiddels in de laatste minuut van de wedstrijd. Lange trap nog voor Rijnvis. Scheidsrechter van Eijk, ik vind het een prima scheidsrechter. Ondanks het feit dat die tweede gele kaart van de wal wel een zware was. Maar goed, daar kan je over twisten. Müller wordt weggezet, wordt niet voor gefloten. Nee, Sparta moet het wel zelf doen en krijgt geen hulp. Bal bij de tweede paal dan op de hak van Ivo de Heus. Geluk voor Sparta, want die bal was goed. Nu te veel thuis. Bal loodrecht omhoog op de penalty stip. Dan komt hij bij David, komt hij op de 5 meter. Buitenspel, nee, zegt de grensrechter. En dan is nog een corner ook voor Heendijk. Die bal valt dan net niet goed. Voor de ploeg uit Bunschoten Spakenburg. Müller discussieert wat met de scheidsrechter, omdat hij vond dat hij geduwd werd vlak voordat deze kansen op elkaar werden gestapeld voor Heendijk. Maar hield snap Sparta. Met name die lage voorzet van de rechterkant van het veld van Klaas Bout. Was niet zoveel mis mee. Er hoeft alleen maar iemand tegenaan te lopen. Maar het geluk was aan de zijde van de Nijkerkers, omdat dus Ivo de Heus de bal per ongeluk op zijn hak kreeg. Maar daarmee wel voorkwam dat iemand hem kon inschieten. Gerben-Jan Ruizendaal, de keeper, is helemaal mee. Ja, kopt hij de bal erin, dan wordt het nog een leuke blessuretijd. Bij Sparta staat de wissel nog altijd klaar. De kopbal van Bilal Amasaguyo zorgt ervoor dat Müller bijna aan de bal komt. En dan kan hij op een leeg doel af. Maar dat gebeurt allemaal niet. Ruizendaal blijft in de spits staan. En de Graaf heeft de bal. Nee, het is Pieter Hartog, Jan-Pieter Hartog. Balverlies nu betekent 3-0 voor Sparta hoor. Want de keeper is gewoon spits. En nu denkt Gerben-Jan Ruizendaal. Nou, die bal die komt niet meer de 16 in. Ik ga even terug. En dus is het Ali Koban aan de rechterkant van het veld. Zoekt de 1-2, vindt de 1-2. Kan de bal nu laag voorgeven. Bij de eerste paal is het Jong die de bal wegschiet. Gewoon blind naar voren. En dan komt hij in de voeten van Gerben-Jan Ruizendaal. De opluchting zal groot zijn in het Nijkerkse kamp. Als Hendry de Graaf de middencirkel indribbelt en hem dan nog een keer naar voren mag gaan schieten in de hoop op die aansluitstreffer. Hij gaat naar de Graaf. Die legt hem terug met het hoofd. Dan kans en de goal. Nee, de redding van Rijnvis op het schot van Ali Koban, die wel weer heel erg vrij stond. En ik dacht toch weer aan buitenspel. Maar die grensrechter doet niet aan buitenspel. Al kan ik vanaf hier onmogelijk zien of dat het wel het geval was. Wissel bij Sparta. Een overtreding gemaakt op Müller. Waardoor die wissel kan gaan plaatsvinden. En dan is de vraag wie eruit gaat. 2 wissels staan er zelfs klaar. Jesse Buitenhuis mag ook nog in de ploeg gaan komen bij Sparta. Maar dat gaat er ongetwijfeld gebeuren na deze wissel. Want het is alleen maar om tijdwinst te boeken. Bilal Amasaguyo naar de kant. Want die staat het verste weg. En dus duurt het dan het langst. Dan gaat de scheidsrechter vertellen dat Bilal moet tempo maken. Nou, dat doet hij ook wel. En je kunt moeilijk zeggen, je moet hem à la Usain Bolt naar de kant. Want dat is geen regel, dat het in 10 seconden moet. Hij loopt niet al te snel, maar hij doet alsof hij in looppas naar de kant gaat. Hij zegt dat hij de klok dan stilzet. Het zegt wel veel hoor. Dat, natuurlijk speelt Sparta met een man minder, maar dat het op deze manier de wedstrijd over de streep moet trekken. Omdat het niet in staat is om voetballend Heendijk de wil op te leggen. Dat is wel een pijnlijke conclusie. Maar goed, dat was misschien ook te veel verwacht. Als je ziet in welk moeilijk pakket Sparta Nijkerk al maanden zit. En misschien dat deze overwinning dan eindelijk wat vertrouwen geeft en wat rust bij de oranje-zwarte. Tabauni dus in de ploeg voor Bilal Amasaguyo. En dan mag Jesse Buitenhuis, huistalent, zometeen ook in de ploeg gaan komen. Doet het goed bij het tweede helftal. Maakt regelmatig doelpunten als aanvallende middenvelder. Maar eerst maar eens kijken of Heendijk nog een kans gaat creëren. De bal uitgekopt door Stefania Davids. Gaat over de zijlijn en dan nog Ali Koban op de helft van Sparta halverwege gaan gooien. Gooit ver zeg, gooit heel ver. Baggelaar werkt uit,
niet helemaal goed. Maar de Heus verdient de bal door hem goed te veroveren. En krijgt dan de bal niet bij Baggelaar. Dat is slordig van de Heus. En dan mag Eendijk nog een keer. Maar deze bal is te hard. En komt recht in de handen van Kevin Rijnvis. Mislukte voorzet van Zeger Beukers. En dan Rijnvis die de bal in zijn handen heeft. Trappen maar naar voren. En natuurlijk lang in de richting van Tabauni. Maar die komt niet aan de bal. De Graaf kopt de bal goed terug. En dan is hij in de handen van Ruisendaal. Ruisendaal geeft mee aan Hendry de Graaf. Oud-IJsselmeervogels geeft hem mee aan de linkerkant van het veld. De aanname precies de verkeerde kant op. Waardoor het tempo uit de aanval is. Maar ja, bij Sparta staan ze met 10 man in de eigen 16. Dus hoeveel tempo je ook maakt. Het blijft een muur waar je straks tegenaan bokst. Een bijna balverlies actie. Het is heel slecht Nederlands. Van invaller Rutger Huigen. Maar het balbezit blijft voor Eendijk. Bal nog een keer naar de Graaf. Die verliest het duel van ter voet. De bal in de voeten van Rijnvis en dan in zijn handen. En zo kijken we naar de laatste balomwentelingen. Gaat dit niet meer fout voor Sparta Nijkerk? Dat geen goede wedstrijd speelde. Absoluut niet. Maar wel twee prachtige doelpunten maakte. Dat moet worden gezegd. De bal is lang richting Tabahuni. Gaat over de zijlijn. En dan mag Eendijk nog een keer gaan gooien. Zegt de scheidsrechter. Daar mag de wissel komen. En dan komt Jesse buitenhuis in de ploeg. Bij Sparta Nijkerk. En dan is het Ivo de Heus die al wist dat hij naar de kant moest. Want helemaal naar de overkant is gelopen naar de tribune. De scheidsrechter nog een handje gaat geven. Dan zegt de scheidsrechter maak nou maar tempo. En dan moet hij helemaal naar de kant. Het is geen leuke radio. Zo'n wissel. Maar we zitten in de laatste seconden. En we willen natuurlijk allemaal meekrijgen hoe Sparta dan eindelijk weer eens een keer een wedstrijd gaat winnen. Het is Jesse Buitenhuis dus die in de ploeg gaat komen. Ivo de Heus, de man van de mooiste treffer van vanmiddag. En misschien wel de mooiste van het seizoen. Wat een weergaloos doelpunt maakte hij in minuut 42. Op de rand van de 16 draaide hij een rondje om zijn as. En toen zag hij dat Ruisendaal te ver voor zijn doel stond. En stifte hij hem werkelijk fenomenaal over de behoorlijk lange keeper heen. Die aan de grond genageld stond. Een bal die hoog over de keeper ging. En daarna een soort dood in de lucht viel door het effect. Het tegendraadseffect. En daarna achter de keeper viel. Een prachtig doelpunt. Waarmee hij Sparta op 2-0 zette. En de wedstrijd eigenlijk besliste. Vrije trap nog voor Eendijk. Na een botsing tussen Baggelaar en degene die op de grond ligt. Ik denk dat het Rutger Huigen is. Die op het gras is getorpedeerd. En dan krijgen we nog een vrije trap. Die misschien wel voor de aansluitingstreffer gaat zorgen. Maar is er daarna nog tijd überhaupt voor Eendijk om na die aansluitingstreffer nog meer te gaan doen. De vrije trap van Ali Koban. Laten we eens kijken. Het is een metertje om 23. Het is wel een lekkere plek hoor. Een viermansmuur van Sparta. Met niet al te lange spelers. Jesse Buitenhuis. Wie staat er nog meer in? Te Veldhuis. Baggelaar. En Tabauni. Bal via Tabauni. Dan moet Jong de bal wegrossen. En dan is het klaar. Sparta wedstrijd. Zo verschrikkelijk lang geleden. Februari dus. Tegen Genemuiden voor het laatst. De eerste overwinning van het seizoen is een feit. Sparta verslaat Eendijk. Dat was nog niemand gelukt in de hoofdklasse. Want Eendijk was nog ongeslagen. Sparta wint met 2-0. Een prachtige treffer van Tervoet. En een beauty van de Heus.